Right. Niks voorbereid. In Teugen gebeurt altijd wat. Het is een soort van praktisch onmogelijk om hier echt te werken achter je laptop. Want er valt altijd wel iemand binnen die zegt, hey, is dit e-flight? En dan, ja, klopt. Ja, de deur staat hier, van de hangar staat hier letterlijk vaak open. En mensen komen binnen en zijn gewoon geïnteresseerd. Ja, een business jet. Kijk, dat wil niet zo heel vaak. Ik ben Goof Bakker. Ik woon hier op Teugen. Ik wilde al een jaar of 20 op een vliegveld wonen. En dat is me eigenlijk een jaar of 6, 7 geleden gelukt. Ik ken hier een hoop mensen. Ik heb vroeger een blad gehad over vliegen. Ik maak samen met Leo van der Goot een podcast over vliegen. En ik vind het gewoon ontzettend leuk om mensen hier te ontvangen die ook, net als ik, gepassioneerd zijn voor vliegen. Nou, zomers zitten we hiervoor en 's winters kunnen we sinds kort achter die ruit zitten en lekker vliegtuigjes kijken. Dit is een Cessna 182, geloof ik. Het is een, voor mij een Britse bulldog. Kijk, dat is een zelfbouwer. Ook grappig, Europa. De vliegwereld bestaat eigenlijk pas dik 100 jaar. De eerste 60, 70 jaar is er ontzettend veel gebeurd. Maar de laatste 50, 60 jaar eigenlijk heel weinig. En elektrisch vliegen is eigenlijk voor het eerst dat er weer wat gebeurt. Dat er weer ontwikkelingen zijn. Heel veel mensen ontlenen daar nieuwe creativiteit en energie aan om weer wat te gaan ontwikkelen. Het is gewoon leuk om te doen. Dit gebruiken wij om te, dat noemen ze chair flying. Je gaat dus voor dit ding zitten, voor deze poster. Dat heb ik zelf een beetje gefabriekt. En dat is het interieur van dat vliegtuig. Ja, ik ga er zo voor zitten. Het is gewoon een vliegsimulator. Ja, eigenlijk is het een simulator. Nou, dit noemen ze, in de professioneel heet dit een procedure trainer. Want het enige wat je doet, is alle handelingen die je in het vliegtuig doet, die oefen je op deze poster. En de simulator is eigenlijk weer een stap verder. Dat is echt het vliegproces zelf. En dat kun je of in een vliegtuig, heel duur, of in een simulator iets goedkoper. Maar dit is qua kosten natuurlijk nooit te slaan. Want die poster, die kostte 3 euro bij de copy shop. Kijk, dat is onze Cessna, met die raketwerpers. De Mohawk, counterinsurgency, tegen guerrilla. Ja, kijk, dit is een heel ander soort motor. Dit is een 9-cilinder stermotor. De ontploffingen lopen ook zeg maar in een rondje en dat komt allemaal met klappen uit de uitlaat. En dat geeft een enorm mooi geluid. Vroa, dat heeft een stermotor wel heel erg, zeg maar. Dat zag je vroeger in stripverhalen er ook bij staan, vroa. Hij mag dus maximaal 420 km per uur vliegen. Maar je kunt zeg maar, bij kruissnelheid 200, 220 km per uur, kun je dus de cockpit gewoon openzetten. Ah, netjes, precies op het gele lijntje. Vliegers zijn allemaal net als motorrijders, mensen die houden van een beetje herrie en een beetje, motor mag wel een beetje roken en stomen. Maar bij e-flight ontmoet ik dus mensen die willen gaan vliegen van een heel ander kaliber. Die echt zeggen, ik ben dol op vliegen, maar ik heb het nooit gedaan. Omdat ik domweg die milieuaspecten vind ik belangrijk. En dat soort mensen heb ik hier vroeger nooit gezien.